Wat vindt u in het algemeen van het beleid rondom fietsen? Nou, ik vind het wel in Amersfoort wel aardig. Ook de inrichting van de openbare ruimte, maar ook de mogelijkheid om je fiets te parkeren. Ja, dat is wel duidelijk en ook genoeg. Je kan hier ook in je fietsbewaakte fietsstalling hieronder zetten. Dus dat is op zich wel prima. Als je voor langere tijd weg bent of je moet s'nachts, dan kan je gewoon je fiets daar neerzetten en het is helemaal niet zo duur. En als je goed, ja, je kan hier altijd wel je fiets kwijt eigenlijk. Het is altijd even proppen, maar... Ik kan meestal wel, ook als ik naar de binnenstad ga, dan zet ik mijn fiets meestal onder de grond. Je hebt bij het Sint-Jolsplein heb je een ondergronds fietsstalling en aan het begin van de stad zet ik meestal mijn fiets neer en dan is het gewoon bewaakt. En dat is gewoon gratis. Dus dat is op zich best wel goed. We zijn hier in de stalling, ja. Bij het station. Ja. U zet uw fiets hier neer, neem ik aan. Vertel eens. Nee, ik heb mijn fiets niet neergezet. Ik ben met de trein gekomen. Ik ben dol op de OV-fietsen. Bijna op alle stations in Nederland zijn ze op het ogenblik. Een afrekening gaat via de computer. En ja, je hebt er verder helemaal geen. Ik heb een pasje. En je laat het pasje zien. Dit is niet het goede pasje, dat is het spoorpasje. Je laat het pasje zien. En ja. Het sleuteltje erbij. Ja. En je kan weer verder fietsen. En zou u uw fiets nog terug kunnen vinden als u dit zo ziet? Nou, als ik even goed onthoud van de eerste overkapping, tweede, dan misschien wel. Maar ja. Het lijkt me wel erg lastig. Ja, ik zet hem eigenlijk altijd in de stalling hier. Maar nu hoeven we alleen maar even een OV-kaart te activeren. Dus we zijn maar 5 minuten binnen. Maar toch... Onze ervaring is dat je de fiets goed op slot moet zetten. Ja. Het is inbraakvrij, zou ik maar zeggen? Ja, nee, scooters worden niet zoveel gestolen. Dus... Aha. Dat is wel prima. En je kunt het makkelijk kwijt over het algemeen? Ja. Dat gaat goed. Overigens wel plek. Heb je nog verbeterpunten wat dat betreft, qua stalling en zo? Ja, hier als je buiten die witte lijnen parkeert, dan krijg je een boete. Maar ja, als je ziet, zo'n scooter is vrij breed, dus dan past er misschien een 10 op een rij. Nou, niet eens. Dus dat is vrij klein, dus ja. Dus het zou wel wat meer mogen, ja. Meer ruimte. Ja. Maar je moet een ontzettend goed geheugen hebben, wil je hem nog terugvinden lijkt me? Ja, nee, ik tel altijd gewoon. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de stationdeur en dan tel ik gewoon van hoe ver ik daar vandaan ben. Ja, hoeveel? Ja, je moet kijken. Ja. Maar dit is een fiets met een motor. Ja, klopt. Ja, en beter dan een gewone fiets? In ieder geval makkelijker en sneller. Maar hij staat nu niet in een rek, hij staat klem tussen twee fietsen. Mm-hmm. En hoop je hem nog wel rechtop terug te vinden vanavond? Jawel, dat komt wel goed.